We hebben het heel lang zelf gedaan, omdat wij zoiets hadden, we moeten het zelf doen, het is onze verantwoordelijkheid. Maar op een gegeven moment liepen we er toch wel tegenaan dat het gewoon niet meer ging. Het aanvragen van het PGB, dat was eigenlijk het minst moeilijk, zeg maar. Aan de andere kant het aanvragen van hulpmiddelen en dat soort narigheid, dat heeft echt heel veel voet in aarde gewoon. Ik ben Margot. Ik ben moeder van 3 kindjes, waarvan de jongste meervoudig gehandicapt is. Hij moet in alles verzorgd worden. Hij kan eigenlijk heel weinig zelf. 2011, 2012 is dit gebouw ontrokken aan de functie. We hadden te weinig kinderen in het dorp om hier nog in een goede sociale leeromgeving les te geven. De weg naar het doel, dat heeft een jaar of 6, 7 geduurd. Dit is een proces. Dus je zit in het begin met de schoolsluiting, dus de inwoners zijn verdrietig, boos. Als dorpsraad waren wij eigenlijk alweer stappen vooruit voor die herinvulling van dit gebouw. En wat ze wilden is de functie, de ontmoetingsfunctie die de school had, die moest behouden blijven. Martin Peters, inwoner van Heide, bestuurslid geweest hier van de dorpsraad, daarna van de dorpscoöperatie. En op dit moment als vrijwilliger hier actief in dit gebouw. Ik werkte eerst gewoon voor een baas. Uiteindelijk kwam ik zonder werk te zitten en ben ik een traject ingegaan met UWV. En op een gegeven moment was het zo dat ik toen een klus kon doen in mijn netwerk van een dag. Toen wilde ik dat netjes doorgeven aan het UWV. Dat heb ik toen ook gedaan. Dat vond ik een beetje onduidelijk. En toen heb ik nog geprobeerd om contact op te nemen met mijn case manager. Maar ja, die reageerde niet en die dag die kwam dichterbij. En toen dacht ik, nou ja, het zal wel goed komen. Maar dat liep even anders. En toen kreeg ik inderdaad een brief en ik maak hem open. En er stond dus in dat ik de regels zwaar had overtreden. En dat ik een enorme boete zou krijgen. Ja, en daar schrok ik gewoon wel van. Dat vond ik echt wel bizar. Ik ben Catharina de Vries en ik ben zelfstandig ondernemer. Op het moment dat je dit proces ingaat, dan ben je afhankelijk van de persoonlijke doelstellingen van een wethouder of van ambtenaren. Je hebt altijd van die momenten dat het niet loopt. Op het moment dat dat dan ook in het persoonlijke zit, ja, dan is het wenselijk dat die persoon van de ondersteuning van dit initiatief, dat die er vanaf gaat. En dan is het een andere om daar die switch te maken. Gehandicapte parkeerkaart, ja. Ja. Nou, op een gegeven moment werd het gewoon moeilijker en moeilijker ook om dichterbij te parkeren, om hem lopend mee te kunnen nemen. En toen zijn we toch maar gaan aanvragen. En toen had ik dus verwacht dat het niet zo'n probleem zou zijn. En dat was het dus wel, want hij moest dus gekeurd worden. Je moet hem uit zijn dagritme halen. Je moet dus naar zo'n keuring toe. De arts die wil gewoon uw zoon zien. Dat ik zei, maar wat hoopt hij dan te zien? Weet je, wat moet daar dan uit blijken? Dat hij gehandicapt is? Want dat is al bekend. Ja, uiteindelijk is toen die boete, die is toen komen te vervallen. En die korting die was een beetje opgehoogd, zeg maar. Dus uiteindelijk heeft hij, zeg maar, die dag werken en netwerken heeft mij gewoon geld gekost. Ja. Mijn conclusie is nou eigenlijk dat als ik geen gezeik wil met het UWV, dat ik maar beter kan liegen of maar beter dingen niet kan melden. Want als ik het niet had gemeld, was er sowieso niks gebeurd. Toen dacht ik, nou, maar dit is echt raar. Want zo zit ik helemaal niet in elkaar. Ik wil gewoon open en eerlijk kunnen zijn. En nou wordt dat afgestraft. Ik heb heel veel mails gestuurd. Ik heb gebeld, ik heb gedaan. Ik heb, weet je, de gemeente nog weer gebeld en nog een keer gebeld. En toen op een gegeven moment werd ik zo boos. En dat ik, nou, weet je, nu ga ik gewoon de ombudsman inschakelen. Toen is dus eruit gekomen dat de keuringsarts mij belde. Ik wil graag een afspraak met u maken dat ik dan naar het kinderdagcentrum van uw zoon kom. En toen dacht ik echt, hè? Oh, nou, fijn dat het ook zo kan. De les die wij hieruit getrokken hebben is dat binnen de organisatie van het gemeentehuis, ambtenaren en de politiek, dat niet elk initiatief kan in dezelfde kan gegoten worden. Een gemeente die toch wat meer meedenkt, wat meer naar mensen kijkt en niet naar regeltjes en hokjes. En, ja, gewoon meedenken.
het lijkt me ook echt heel ingewikkeld, zo'n UWV-organisatie. Ik snap ook dat ze gewoon hun werk aan het doen zijn en dat ze dat naar eer en geweten doen. Maar goed, ik hoop dat er meer geluisterd wordt en dat het meer gaat over de situatie ter plekke, zeg maar. En dat je dan in goed gezamenlijk overleg tot dingen kunt komen. In een gemeenschap, in een dorp, zit zoveel kennis en zoveel kunde. En op het moment dat die inwoners die kennis en kunde in willen zetten voor hun eigen dorp leefbaar te houden, dan moet je dankbaar zijn dat die mensen dat willen doen. En dan moet je dus loslaten dat je zegt van ja, maar ik word hiervoor betaald, dus wij weten of ik weet wat goed voor jullie is. Dat moet losgelaten worden.